Welkom bij het Haags TV-journaal van woensdag 6 september. Vandaag in het nieuws: de gemeenteraad van D66 presenteert haar verkiezingsprogramma. Jeugdspeler Delano Ladan breekt door bij ADO. Maar eerst: studenten bedenken nieuw bestemmingsplan voor leegstaand kantoorpand. De studenten hebben de slaap nog in de ogen en de vakantie nog in de benen als ze door de gemeente Den Haag worden uitgedaagd om met ideeën te komen. Nou ja, voor de gemeente gebruikt nu nog het pand, maar dat wordt steeds minder. Dus uiteindelijk wil de gemeente zelf van het pand af. Dus ze willen het verkopen of afstoten in ieder geval. Als je daar zo van buiten ziet en je hoort dit verhaal, wat zou je dan denken te gaan doen met dit gebouw? Zou ik het ook afstoten? Ja. Nee, het is niet echt, het trekt niet echt van de buitenkant nu nog. Dus misschien kan je daar wat leuks mee doen. Dus is het aan de studenten om een nieuwe bestemming te bedenken. Kijk, wat zijn de interessante opties en wat zou er allemaal kunnen met dit pand? Ik denk woning. Voor begeleid wonen en met parkeergarage eronder. Ook iets erbij, zoals wat mensen nodig hebben. Een supermarkt of een crash voor de kinderen of iets in die richting. Het pand aan de Fruitweg ligt ingeklemd tussen de Laakhaven, Moerwijk en de Schilderswijk. Van binnen is het nu vooral saai. Ja, ik denk dat we iets flexibels moeten gaan bedenken om het hier aantrekkelijk te kunnen maken. Jongens, we beginnen. Vandaag was de eerste kennismaking. Maar op 8 november presenteren de studenten hun natuurlijk kleurrijke plannen aan een jury van experts uit de bouwwereld en de gemeente Den Haag zelf. We gaan het meemaken. We gaan even brainstormen. Ik heb 10 weken. Ja, daarom. Komt helemaal goed. Jongeren in Vrederust hebben een eigen buurthuis gekregen, genaamd Centrum Vrederust, achter het Zuidwestcollege. Stichting Mooi verzorgt hier de activiteiten. Er was heel veel vraag naar vanuit de wijk, vanuit de jeugd zelf. En uiteindelijk hebben we in het najaar van vorig jaar met elkaar afgesproken gaan op zoek naar een voorziening. En dit is het resultaat. Ruimte voor de jongeren, een eigen ruimte waar ze terecht kunnen in hun vrije tijd om te ontspannen, te relaxen, maar ook vooral gewoon elkaar te ontmoeten. En zichzelf verder te ontwikkelen. We vinden het ook heel belangrijk dat de jeugd verbinding legt met de wijkbewoners, in de wijk waar ze wonen. Dus we gaan ze ook absoluut pushen en stimuleren om burgerinitiatieven te ontplooien in hun wijk. Dat betekent dat ze soms gewoon klusjes doen hier in de wijk voor een ander. Wij willen hiermee de eigen kracht van de jeugd gewoon vergroten. Dat ze eigenaar worden, dat ze verantwoordelijkheidsgevoel krijgen hier in de wijk. Tot voor kort konden de jongeren nergens anders terecht dan op straat. En dit zorgde vaak voor problemen. Er was niet veel te doen in de buurt zelf, dus ja, werd er veel buitengangen, rondgangen in de buurt zelf. Daarvan kreeg ik veel problemen in de wijk zelf met de politie. Want vroeger bleven altijd de jongeren buiten hangen en toen gingen ze allemaal criminaliteit. Deden ze dat meestal altijd, gingen ze stelen of gingen ze naar winkel, maar nu hebben ze altijd wel wat te doen. Er was sprake van verveling onder de jongeren. Dat ging gepaard met overlast. Nou, inmiddels gaat dat veel beter. En nu doen ze dat minder omdat ze altijd bezig zijn met iets. Vooral nu gaan ze altijd naar het buurthuis. PlayStation, zijn ze daar zo mee geconcentreerd dat ze daar niet aan denken meer. Het buurtcentrum staat vooralsnog tijdelijk op deze plek, in afwachting van een definitieve locatie. We mogen hier in ieder geval een jaar blijven. Ik blijf positief. We hebben een commitment van alle partijen die hier iets van moeten vinden. Die willen allemaal dat er een voorziening komt voor de jeugd. Dus ik ga ervan uit dat we ons best gaan doen met z'n allen om dat ook te bewerkstelligen. Delano Ladan, 17 jaar. Wat ik allemaal heb voor moeten doen om hier in het stadion te komen is natuurlijk altijd 100% geven op de trainingen. En goed eten, goed slapen en goed rusten. Ik ben heel erg fan van Luis Suarez. Dat vind ik een van de beste spitsen op de wereld. Ik heb het meest van trainer Rankovic, Alexander Rankovic, geleerd in de tijd bij de onder 19, vorig seizoen. Ja, dat gevoel is niet te beschrijven, nee. Nee, als je aan de zijkant staat, dan denk je, het moment is er. En dan gaat er al van alles door je heen. Maar als je het veld instapt en de eerste bal goed raakt, dan gaat het weer goed. Ja, ik kom altijd met een goed gevoel naar de training. En ik wil op de training ook altijd 100% geven. En heel veel plezier maken met de jongens en weer heel veel dingen leren op de training.
Het leukste onderdeel op de training vind ik natuurlijk afwerken. Ja, dat vind ik wel het leukste om te doen. Het liefst elke dag. Maar positiespel en partijspel vind ik ook heel erg leuk om te doen. Ik heb contact met elke speler. Met elke speler kan ik het wel goed vinden. Maar ik denk dat ik het meest van Lex leer, ja. 100% is voor mij altijd je best doen en elke training proberen beter te worden. Dat vind ik belangrijk. Op donderdag 5 oktober is Den Haag opnieuw het middelpunt van acties door schoolleraren. Dat maakt de actiegroep PO, de onderwijsbonden en de PO-raad dinsdagavond bekend. De leerkrachten staken voor een beter salaris en een lagere werkdruk op de basisscholen. Nadat in juni actie werd gevoerd op het Malieveld, komen stakende juffen en meesters deze keer naar het Zuiderpark. PO in actie verwacht dat circa 6400 van de 7000 basisscholen op 5 oktober aan de staking mee zullen doen. De Nederlandse frisdrankproducenten stoppen uiterlijk eind 2018 met de verkoop van suikerhoudende frisdranken op middelbare scholen. Vanaf dan zijn er op middelbare scholen alleen water en frisdranken zonder of met maar weinig calorieën te koop. Frisdrankproducenten willen bijdragen aan oplossingen om obesitas onder jongeren verder te laten dalen. Om die reden zijn er ook al geen marketingactiviteiten meer gericht op kinderen tot 13 jaar en is de frisdrankindustrie niet actief op lagere scholen. De gemeente onderzoekt of de tramtunnel in het centrum van Den Haag kan worden verlengd. Dat bleek vanochtend tijdens een commissievergadering in het stadhuis. De tunnel zou dan verder moeten gaan lopen onder de Prinsengracht door. Dit is één van de opties om te voorkomen dat het openbaar vervoer in de binnenstad in de toekomst vastloopt. In november moet er meer duidelijkheid komen over het onderzoek naar deze optie. 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En de Haagse D66-fractie is er vroeg bij. De partij heeft vandaag als eerste het concept verkiezingsprogramma gepresenteerd. En de fietser speelt daarin een belangrijke rol. Bij D66 staat de fiets op 1. Dat zal je terugzien in het programma doordat wij veel geld uittrekken voor nieuwe fietsenstallingen, bredere fietspaden en alles wat het te maken heeft om veilig van je huis naar je werk, naar school, naar het station te kunnen fietsen. Dit betekent volgens de lijsttrekker niet dat de automobilist straks de klos is. We gaan toe naar een nieuwe mobiliteit. Dat is een mix van een wandelaar, een fietser, het OV en ook een auto. Het liefste zien we dan natuurlijk een elektrische deelauto. Maar dat zal een nieuwe mix worden. En iedereen zal goed moeten gaan kijken wat is de beste manier om van A naar B te komen. Het verkiezingsprogramma Onze Nieuwe Stad, Kansen voor Iedereen, moet niet alleen kansen bieden voor fietsers. Zo wil de partij met een burgerbegroting gaan experimenteren met nieuwe manieren van inspraak. Bewoners weten vaak het beste hoe ze hun straat willen veranderen, hoe ze de straat willen inrichten. Maar ook of ze bijvoorbeeld extra geld zouden willen hebben voor een buurthuis. Nou, met dat geld wat we dan willen vrijmaken, willen we de stad ingaan om te gaan kijken wat zou u eigenlijk doen met dat geld. Maar het belangrijkste voor D66 is nu natuurlijk dat het flink wat zetels gaat binnenhalen. Hoe schat de lijsttrekker de kansen in? D66 is nu de grootste partij in de Haagse Raad. Dat blijven we graag om onze ideeën te kunnen realiseren. En uiteraard zien we daar nog een groeimogelijkheid in en zouden graag de 10 zetels willen halen. Dan het weer. Morgen veel bewolking met af en toe een bui. Er staat een vrij krachtige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Overmorgen valt er veel regen. De wind is dan ook vrij krachtig en de middagtemperatuur ligt rond de 16 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. In het oude pand van de V&D in de Grote Marktstraat opent het Canadese warenhuis Hudson Bay haar vestiging. En het Westbroek Park is vanaf morgen tot en met zondag weer een openluchtrestaurant tijdens het festival Trek. Tot zover het Haags TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.